buiten. We gaan de kotjes kruisen van de konijntjes. Het is mooi weer, dus de konijn zit hier al te wachten. Er is er al één konijn, dan de konijn zit daar trouwens. Dat gebruiken we ook altijd. Ja, het zal ik merken wat dat is. En dan gaan we ze echt kruisen, want het is nodig om ze te kruisen. Ja, het is echt prachtig weer vandaag, dus moeten we ook op profiteren, dus staan we buiten. Hè. We gaan door een pak pakken. Zo. Voilà. En dan gaan we ze kruisen. Ja, zie je, ze lopen de konijntjes. Ondertussen ook live, dat staat de camera. En ondertussen hebben we ook dit gedaan. Dat gaat dus allemaal samen. We zijn eenmaal afgekuist en zo met de waterslangen gedaan. En zij lopen nu gewoon hier een beetje rond te huppelen. Eigenlijk is wel mooi weer om buiten even te zijn. Het is niet te koud. Dus het is echt wel wandelen. Dus nu gaat het gebeuren om de video op te nemen. Ik neem jullie mee naar buiten. Ik heb wel zenuwachtig. Waarom heb ik zenuwachtig? Omdat je moet rekenen als je nu voor je dingen staat hier. En er zijn mensen buiten. Die zijn wel zeggen van, oké, ik weet wel, jij gaat ook op TikTok een miljoen keer bekeken worden waarschijnlijk. Moet je dat zo staan, want die mensen passeren en die weten niet wat gaan doen zijn. Als je dat dan doet, het is maar 15 minuten hoor. Maar 15 minuten. Ik heb 15 minuten geleden. Ik ga dat gewoon doen. Dat zet klaar zetten. Zo. Jullie hier even zo. Hoog zetten. Zo. Het is koud hoor. Het is warm, het is een beetje warm, maar het is toch koud. We gaan dat nu gewoon doen. Dat klinkt raar, gewoon doen. Maar je zit nu wel in de buitenlucht. Hè. En ik moet het twee keer doen, hè, want ik moet nog als man doen ook nog. Als normaal, zou ik zeggen. Dus. En ik zo. Oké. Okay. We kunnen alleen maar een slechte temperatuur krijgen. Ik ga even zoeken. De buurt gaat wakker worden. Het bleef op. Maar dat gaan jullie wel een beetje zien. Die moet zo dicht mogelijk staan. Dus je wilt blijven staan toch. Zo, ik ga eens testen hè. Ik sta hier. En hier gaat het ook. Okay. Dus dat moet ik daar leggen. Waarom? Ik moet de muziek kunnen horen. En ze zijn juist aan het boven. Oké, dat komt in orde hè. Timer op. Van 5 minuten. Ik wil iets moeten vinden voordat er
voor de wind. Voordat hij blijft staan. Want die valt ons. Ding laat doen. Ik ben er buiten, Isa. Ik zeg dat gaat niet door die stomme wind. Hè. Het is echt vandaag een dag dat het waait. En juist als je dat wilt opnemen, dus is echt alles waait gewoon weg. Het staat er zo wat op, maar niet goed denk ik. Maar ik ga het toch zo plaatsen. Nu moet ik het alleen nog als man doen, dus dat zijn de geweren, maar die wind die blaast echt alles omver. En dan maakt het een beetje moeilijk, waardoor je niet zo goed kunt opnemen eigenlijk. Dus nu ga ik me omkleden. Als je ooit zoiets grappig wilt opnemen, en je wilt iets grappig doen, zorg er dan voor dat er geen wind is. Zo. Ik ga je er weer opzetten. Ja. Zo. Laten we zien of dit wel werkt. Dus nu ga je dat als jong opnemen. En ditzelfde nummer kan je het anders pakken. Zo. Zien we dat ook. Nu al blijft staan. Af door die wind is iets veel te sterk. Uit op mijn tenen. Eens kijken waar ik niet heb. Ik ben nog achter met die wind. Het is erg erger. En dat is niet zo leuk. Dat staat erop. Ja, ik kon het iets langer doen, maar dat gaat dus niet. Wegens de wind. Ik heb het goed gedaan. We gaan het op TikTok gooien. Er is altijd weer als gekomen. Maar we zijn klaar voor dit nummer. Zo. Voilà. Zo, niemand heeft mij zo gezien. Dat vind ik wel grappig. Dus, ja, naar binnen. In ieder geval. En binnen. Ik vond het wel leuk om te doen eigenlijk. Ik ben eens benieuwd wat de reacties gaan zijn. Het moet ook niet perfect zijn, want het moet goed. Want als het perfect is, dan gaat het ook niet. Gaat het ook niet verhalen. Dus, voilà. Dan gaan we dat posten. Zo. Met de buren wel heel veel kader. Dus ik heb gehoord ondertussen. Dicht. Dus ik ga uit. Konijn zijn er nog steeds buiten. Buiten nog steeds. Ze zijn daar nog steeds mee aan het spelen. Maar dat is goed, want het is goed weer en dan moeten ze buiten spelen. En dan moeten ze niet binnen zitten, want dan is het... Ah. Zo, dan gaan we nu naar binnen. We zijn binnen. Dan kan ik mijn schoenen terug uitdoen. Ja, dat is mijn gsm. Die nogmaals is gevallen is. Het is een erge gsm, moet ik zeggen, want het is nog niet kapot. Zo. Dan moet ik mijn trui uitdoen.
Dat toveren, man. Even zetten de trui. Oh, man, wow. Wat een trui. Mijn schoen even uitdoen. Dus wat was wel goed. Het was cool. Zo. Voilà. Dan gaan we die posten. Dan ben ik eens benieuwd wat de reacties gaan zijn. Ik weet sowieso wat erop komt, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Jezelf zijn is het belangrijkste. Maar meer onder ook even weten of jullie al zo grappige dingen gedaan hebben. Of dit of dat. Dus laat me even weten. Ik heb dus nog een paar ideeën opgedaan voor een TikTok te maken. Niet voor dat nu op internet te plaatsen. Maar ik kan het ook in concepten zetten. En je moet eerst een bal hebben. Dan moet ik heb juist als je speelgoed dan moet nog in je kotje. Hè. Dus ik zeg van mama, dan moet nog in je kotje. Hè. Zo. Dan stop ik nu voor een bal. Want dan moet ik hebben een bal. We hebben een bal. We hebben een bal. En een bal, dat is er iets. Dus de bedoeling is eigenlijk de bal. Dat ik dat dus voor de camera hou zo. Zo. En zo gaan we dat doen. Eigenlijk dat ik... Zo. We moeten dat ding naar buiten dragen. Zo. Eigenlijk zo'n vuilpak is een voordeel, is een nadeel. Maar voor filmpjes te maken is dat een voordeel. Want je kunt die camera er gewoon op plaatsen. Eigenlijk. En dan is dat weer helemaal in orde. Maar. Dus dan gaat dat perfect, hè. Waar is dat dat binnen een paar jaar kunnen we voetballen met en zo. Binnen een paar jaar. Dus kunnen we dat doen, hè? Voetballen doen. Met hem zo. Maar nu gaan we een video opnemen met de bal. Ik ga jullie weer op een emmer zetten. Deze is de emmer waar jullie gaan opstaan. En dan kun je dat perfect zien wat er gebeurt. Zo. Nu kan je dat wel doen. Waarom? Als ik moet zingen, dan gaat dat niet. Want als ik de YouTube, dat is... Dat gaat niet. Dus daarmee dat ik het nu... Probeer op te nemen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is de eerste keer dat ik het ga opnemen. Maar alles voor goede dingen te doen. En zo kun je die ook allemaal meevolgen. We hebben een goede video. Want de laatste tijd film ik niet zo heel veel. En als ik die gewoon meeneem voor TikTok filmpjes te maken, dan gaat dat ook. Hè. Dus ik moet de bal zo echt zo houden. En dan zo met de bal. Met de camera. En zo. En zo ga ik dingetjes doen. En dat gaan wij eens doen. Ik vind dat spannend. En zo doen eigenlijk. Dat wel. En zo. Dingetjes op te nemen. Ik ga eventjes mijn bed halen. Zo. We moeten natuurlijk ook werken totdat de zon ondergaat. Als de zon ondergaat, dan zijn we gepakt. Dan gaat dat niet meer, ja. Totaal niet. Dus, daarmee. Zo. Ik ben er helemaal klaar voor. De energie is er. Jullie energie ook. Dus, we gaan het opnemen. Dat is niet zo gemakkelijk om dat op te nemen, want je moet de bal in de juiste richting doen. En dat is niet gemakkelijk, want het is niet zo'n grote bal. Als je zo'n heel dikke bal hebt, dan gaat dat beter. Zo'n heel grote bal. Dus...
denk dat dat wel gelukt is, denk ik, nu voor op te nemen. Ik ga het voor jullie ook iets doen. Dus eigenlijk doe gewoon zo. Met de bal. Nee, dat is wat ik eigenlijk doe met de bal. Dus als je dat ook eens wat doen, moet je gewoon een bal hebben. En gewoon gek zijn, dat moet ook zijn. En dan kun je dat gewoon kwaad doen of zo. Kwaad kijken. En dat zijn eigenlijk allemaal video's die je kunt gebruiken voor TikTok. Om dat ze op te nemen eigenlijk. Dus, voilà. Dat is wel een idee. Meer dan jullie rijk zijn. Dankzij mij. We kunnen misschien nog even krijt doen. Nog krijt. Krijt, trouwens niet gesponsord. Het krijt. En dan kunnen we 4 stippen zetten. En dan kunnen we ook nog opnemen. Dan gaan we ook zien of je die er ook kan zetten. Even zien. Ja, ik zeg, het is nog steeds wind. Het is nog steeds aan het jongen. Zo. Ik neem even wat kleurtjes. Paars. En rood. Dus ik alleen deze camera hier nog zetten. Zo. Voilà. Voilà. Dat ziet er dan zo uit. Dat heb ik gedaan. Prachtig toch, al zei ik het zelf. Dat zijn zo'n dingen die je kunt opnemen eigenlijk. Ja, veel ideeën heb ik eigenlijk niet altijd voor TikTok. Want ik vind het altijd heel moeilijk om te doen, ook voor YouTube. Omdat ja, het is echt, als het slecht weer is, dan kun je ik ben aan niks doen. Als het sneeuwt, kun je nog zeggen, van, we gaan sleen of we gaan dat doen of we gaan dat doen. Maar als dat niet zo is, ja, dan sta je hier echt wel. Ja, het is koud te worden, want de zon gaat onder en dan is het altijd wat kouder. Dus er zijn allemaal dingen die je kan doen. Zo. Dus dat zijn dingetjes die je gewoon kunt doen. Dus, ja. Dat is wel leuk eigenlijk. Kunnen we nog zo eentje doen als we dat willen. Ik ga nog even op de emmer zetten. Oké, we gaan nog. Zo, de kleurtjes. Beter doen. Jullie zien er niks van zo. En jullie zien er ook niks van, dus we moeten eigenlijk een beetje naar achteren. Zodat jullie het wel zien.
Dus dit staat hier allemaal op. Allemaal. Je ziet het. Iedereen zijn naam staat hier echt op. Ik denk... Als er een puur van je thuis komt, ik zeg je normaal. Kopje voor mij. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Mijn pak stond nog niet op de juiste plaats. Denk ik, en die vertegen. Ik vond jullie dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zien we elkaar weer terug. Om dit te krijgen. Zo is dicht. Dus ik hoop dat ik het leuk vond om eens een dagje te zien hoe ik video's maak. Natuurlijk doe ik dat niet altijd extreem, zo video's. Meestal zit ik ook gewoon in mijn zetel of zo van die video's op te nemen hoor. Maar nu dacht ik toch even, het is goed weer, daar moet je voor profiteren. Dat heb ik ook gedaan, dus dankjewel om allemaal te kijken. En tot op TikTok.